hele goede morgen, jongens. Het is echt al heel lang geleden dat jullie een vlog van ons hebben gezien. Ik denk ongeveer een maand. Met deze week erbij ongeveer anderhalve maand. Maar we hebben een nieuwe camera. En we hadden een tijdje niet gevlogd omdat ik mijn camera kwijt ben geraakt. En ik ben hem niet buiten op straat kwijtgeraakt. Of tenminste, voor zover ik weet, niet. Maar ik kan hem gewoon in huis nergens vinden. Dus ik weet het niet. Maar daarom hebben we nu een nieuwe camera gekocht. En kijk eens welke we nu hebben. G7X, baby. Woep. Ja, dus daar gaan we hele leuke, mooie, betere kwaliteit vlogjes mee maken. Ik ben er heel erg blij mee. Ik kreeg gewoon hartkloppingen toen we hem aan het kopen waren, omdat ik gewoon zo blij was. Deze beelden, op dit kaartje staan, die kunnen allemaal weg. Ik zet altijd alles gelijk op de computer. Dan is dit het enige wat erop staat. Kijken. Het is zo leuk om met een nieuwe camera te filmen. Ik ga straks naar de dokter. Ik was er net al. Eigenlijk had ik een afspraak volgende week. Maar ik bleek me nu dus nu ook te kunnen. Ik stond al bij de dokter in de wachtkamer. En ik zat eventjes te wachten. En toen kwam ze op een gegeven moment naar me toe. Toen zei ze, ik weet niet, volgens mij heb je geen afspraak hoor. En toen bleek die volgende week te zijn. Dus nu mag ik hem vandaag alsnog doen. Maar over een half uurtje ongeveer. Dus we zijn even naar huis gegaan. Want de geheugenkaart die we eerst in deze camera hadden gedaan, die zat al vol. Dus we hebben even een nieuw geheugenkaartje gehaald. En met nu beelden kunnen we... die er niet af konden. En met beelden die er niet af konden, inderdaad. En nu kan het wel, dus dan kunnen we eindelijk beginnen met vloggen. Dus dan gaan jullie straks mij zien pijn lijden, denk ik. Oh, ik moet pijnstiller nemen. Dat was ik bijna vergeten. Het is allemaal nog even wennen. Ja, zeker, ja. Omdat er geen fisheye is. We weten niet waar de hoeken ongeveer zitten. Maar het is precies goed. Ja. Yeah. Alleen je moet hem wel vasthouden in de bocht hoor, want dit is echt gevaarlijk hoor. Want deze camera die voelt echt zwaar. Ja. En breekbaar. Nou, dat niet. Jawel. Juist wel robuust, maar je wil hem niet laten vallen. Nee, want zo'n mooie dure camera. Ja. Oh, ik ben er echt verliefd op. Echt blij doen. Oké, we gaan nu lekker naar de dokter en... We luisteren de Beatles. We luisteren de Beatles. Sinds kort luistert Thomas dat ineens veel. Ja, ik vind het fijne muziek. Dat kan ik ervan zeggen. En waarom? Omdat de boodschap die in de muziek zit. Ja, hou hem alsjeblieft vast. Ja, maar we moeten toch ook kijken of hij het kan. Hij kan het. Hij kan. Omdat de boodschap die in de muziek zit van de Beatles. Het gaat mij niet om de klanken. Want heel veel mensen vinden de Beatles goed om de klanken alleen. Om hoe het klinkt. De gitaren en al dat soort dingen. En de zang. Maar gaat het echt om de boodschap in de muziek. En die is altijd heel mooi. Puur. Wat zijn de boodschappen ongeveer? Dezelfde boodschappen die ook Jesus Christ verkondigde. Liefde. Respect. Eerlijkheid. Die boodschap die komt uit hun hart. En dat is mooi. En dat is bij heel veel artiesten zo, hè? Niet alleen bij de Beatles. Bij elke artiest die zijn passie uitoefent en het niet doet voor het geld of wat dan ook, voor de fame, die heeft dat. En de Beatles heeft gewoon nog een lekkere sound erbij ook. Nou, 1 en 1 is 2. Heb je dat zelf dan ook altijd in je sketches gehad? Wel aan het begin heel erg. Toen zat er ook nog heel erg een boodschap in. Het was echt wel... Het is grappig, want de Beatles die schreven liedjes altijd met een wit papiertje en dan schreef het zich vanzelf. En dat had ik eigenlijk ook bij mijn sketches in het begin. Later, niet meer. Toen ging ik de hele tijd nadenken van, oh, wat is nu actueel? Wat werkt? Wat willen mensen zien? In plaats van, ik maak gewoon... Iets. En dat wil ik nu juist weer heel erg gaan doen met mijn nieuwe kanaal. Ja, dat gaat nu ook weer beginnen, hè? Ja. Waarschijnlijk als deze vlog online komt, dan is de eerste dag dat jij daar aan gaat werken. Oké, Thomas zei net al dat het een beetje nasty was, maar dit is het spiraaltje wat er net uit is gehaald. Wel schoongemaakt. Wel schoongemaakt, ja. Echt ziek. En qua pijn, het viel gelukkig wel mee. Het was wel even schrikken. Ja. Het deed wel even pijn. Maar het voelde een beetje alsof je puistje uitkneep. En dan is het weg. Maar je voelt nog wel een beetje nagloeien. Ja, weet je wel? Ja. Maar inzetten, dat was echt alsof je puistje erin propt. Ja, maar was dat niet alleen bij het meten? Oh, bij... Ja, maar ja, ik weet niet. Nee.
Want je stopt iets in je lichaam en je lichaam gaat het proberen uit te... En daarom krijg je zoveel buikpijn. Omdat je lichaam het even moet accepteren. Hij is ook gewoon... Ja, ik vind het bizar. Yep. Ik vind het wel bijzonder dat ik hem mee naar huis krijg. Ik ga hem bewaren in mijn herinneringendoos. Ja. Die, Kijk, hij is warm, want het dingetje gaat van binnen staan. Oké, ik hou op. Ja, het leven is zwaar als je moet werken, hè, Ferry? Ja, I know, right? Oh my god, ja, ik ga even Ludo erbij halen, want ik kan dat allemaal niet. Jongen. Je moet het leren, hè? Ja, I know, maar ja. Ik vind het gewoon echt niet leuk. Ik geniet er ook niet van, weet je wel. Ik check jullie later. Succes, bro! Doei doei! Yo. Had dus een effectje op een videootje gezet en hij wist niet hoe hij het eraf moest halen. Dus moest zijn vriend komen om het eraf te halen. Echt net mannetje vrouwtje, hè? Ja, echt. Ferry weet niks van computers en zo. En de man lulst het op. Maar hij is ook best wel mannelijk. Maar waarvoor Ferry mij belde, dat is wel heel erg cool. Mag je dat wel zeggen? Ik mag wel zeggen waar we heen gaan. Ik ga niet zeggen waarvoor. Ik ga niet zeggen waarvoor we erheen gaan, maar Ferry en ik gaan 2 dagen naar Georgië. Ik had geen idee waar het lag. Ik dacht dat het in Afrika lag. Ferry zei ook tegen mij, waar ligt dat? Nou, geen idee, maar het ligt dus naast Rusland, tegen Turkije aan. Zoiets in die richting. Ik heb geen idee ook precies waar het ligt. En ik heb een paar woorden die ik deze 2 weken... Oh my god. Het is ook echt 2 dagen nadat ik mijn rijbewijs misschien wel of niet heb gehaald. Ik ga volgende maand dus ook mijn rijbewijs halen, de 17e. En de 19e... Het is nog best wel dicht bij Syrië en Irak en Iran en zo, hè? Oh my god, dadelijk gaat ons vliegtuig neergebombardeerd worden. Alleen Armenië zit tussen Iran en Georgië. En dat is een klein landje. En waar is Georgië? Is het een groot land, Georgië? Naast Turkije en naast Rusland. Hoe ziet het eruit? Daar is het. Waar? Deze? Dit, ja. Dat dingetje? Het is net zo groot als Nederland. Nee, ja. Dit is Georgië. Ja, het is even groot als Nederland en België bij elkaar. Ik vind het echt heel erg cool dat we naar Georgië gaan. Ik zal niet bang zijn. Alleen in het vliegtuig, want dat vind ik wel eng. En ik heb hier een aantal woorden opgeschreven die ik deze maand dan uit mijn hoofd wil leren. Ja, nee, alsjeblieft, bedankt. Hoe gaat het? Goed, dank u. Ik ben Nederlands. Ik heet... Puntje. En hallo. Karma Yuba. Dat is de enige die ik goed kan uitspreken. Karma Yuba. Yubi. Oh, Yubi? Nee, Yuba. Karma Yuba. Nee, dat is een A. Ik weet hoe ik mijn... Het is een I. Een A. Ja, het kan zeg maar zo'n A zijn. Een hele slordige A. Of een I inderdaad. Karma... Heel slordige A dan, want dit is echt meer een I. Oké, dan is maar Karma Yubi. Aan de andere kant, het is niet echt een puntje erop. Het is echt een bolletje op een streepje. Ja, zie, dit is mijn I. Ja, het is echt... Maar dit is ook mijn I. Het is echt een spermazaadje. Karma Yubi. Alright mensen. Nou, we zijn in ieder geval heel erg blij met onze nieuwe camera's. En nu gaan we lekker slapen. Dus wel rusten mensen. Stuur deze video door naar iedereen als je de video leuk vond. Klik op het duimpje omhoog. Klik op abonneren. En dan zien we jullie morgen met een nieuwe video. Want we gaan weer dagelijks vloggen vanaf nu. What up? Oké. Nou, in ieder geval. Wel rusten. Welterusten!